Hij loopt dus altijd te vechten omdat hij een beetje het baasje is. Welkom bij deze nieuwe vlog. Leuk dat jullie weer kijken. Ik was vergeten de vlog te openen, dus dat doe ik nu even. Vergeet niet te abonneren en te liken en veel kijkplezier. We gaan kijken of hij nu wel door de plas wil, want er ligt hier een gigantische plas. Tiraan die wil nu al gras eten. Stroom op, hè, jongens. Nou, geen rennerij vandaag. Gewoon lekker eten. Ik ga even al deze hooiballen vullen die door het hele stal heen hangen. Want even kijken. Daar hangt er nog één. Daar hangt er één. Daar hangt er één. Daar hangt er één. En daar hangt er nog eentje. Dan heb ik hier één en daar nog een kleine paars. En die ga ik even allemaal vullen met wat hooi. Ik heb die en deze al gedaan. Maar kijk, het is wel leuk om even nog te laten zien. Kijk, het zijn echt hele kleine gaatjes. En daar moet je dan hooi doorheen zien te prutsen. En kijk, dit is de kleine. En dan hebben we hier ook nog de grote bal. Maar kijk, die gaat dus wel iets groter, maar... Je kan nog steeds amper woorden door doen, dus het is echt lastig vullen. Maar nog een emmertje en nog een paar te gaan, dus wij gaan even verder. Welkom bij de zomer in Nederland. Ik moet hem even iets voller doen nog. En dan kan je hem gewoon daarvoor laten liggen. Ja? Ook vol, ja. Helemaal vol stampen. Zo om 1:30 heel hard regenen, dus doen ze maar. Normaal doe ik dat niet, maar hij kan nou ook niet echt droog liggen, dus ik hoop dat hij over de plas heen gaat. Gisteren durfde hij niet. Gaat hij hierheen? Ja, daar komt hij. Hallo! Ben je een beetje nat, hè? Hé, liet je mama bijten? Ja, hij zit terug te kriebelen, als je moet. Hij denkt, nou, ik ben lekker, zei ook. Nou, ja, perfect. Wij gaan Sammy halen voor de laatste keer, want Sammy gaat verhuizen. Naar een andere stal. Dus we kunnen hem helaas niet meer gebruiken. Dus we gaan nu even nog een laatste keer borstelen en dan gaat hij morgen weg. Je hoort waarschijnlijk niks, maar... Kijk. Hier zit een grote maan. Wij gaan nu even Romeo en Tirana halen, want we willen ze op de poetsplaatsen zetten. We gaan kijken of Romeo ook mee kan lopen aan de touw, want hij heeft het afgelopen keer wel een klein beetje gedaan, maar weet niet of hij helemaal mee kan lopen. En we nemen natuurlijk sowieso een Tiraantje mee aan de touw. Daar loopt, even kijken, daar loopt Tirana en daar is Alexandra met Romeo. En we zijn nu aan het kijken of we ze aan touw mee krijgen hier naartoe. We hebben Romeo toch maar losgedaan, want het ging niet helemaal goed met het touw. Dit is wel leuk, want daar zit een gigantische plas en daar wil Romeo wel eens niet doorheen.
Ik sta te wachten of hij niet hier vol tegen mij aanrent. Kijk, Alexander kan inmiddels zelf zijn halstertje afdoen zonder dat hij gek doet. We hebben het nieuwe halstertje omgedaan en hij past. En Tyrann staat hier rond tussen achter ons, die wil naar buiten. Maar kijk, er staat Mr. Cool op zijn neus. Ben je Mr. Cool? En hier heb je Tyranntje die graag naar buiten wil. Het is donderdagavond. Ik ben even bij de paarden hier. En ik ga nu Darcy halen. Die staat weer voor het eerst op de wei. En ja, heb ik nog wat te melden. Ja, Mo is ingeslapen. Die stond hier bij de Shetlanders. En die liep niet goed. Dus die heeft een spuit gehad. Sam is ook weg waar we met de zorg had mee reden. Die is naar een andere stal gegaan. Dus er zijn best wel veel veranderingen even. Verder niet eigenlijk. En Darcy loopt nu voor het eerst op de wei. Die staat natuurlijk hier. Die moet eigenlijk 3 maanden rust. Dus er zat een beetje veel wind. Dus we doen wel af en toe op de wei dat hij even wat anders hebt. Maar het ook weer niet te lang. Dus die ga ik nu even halen. Kijk dit halstertje wat we hebben gekocht. Mr. Cool. Is die cool? Hij is zo lief. Hey, jongen? Dag! Nice. Hij hinnikt dus altijd. Hi! Nou, ik heb Onyx weer een keer gepakt. De Oni. Onyx vindt het zo gezellig, hè? Hij vindt het altijd zo gezellig, maar... Ik heb elke keer te weinig tijd. Hij gooide mijn telefoon weg. Ga maar even rollen. Ik heb elke keer te weinig tijd. En dan schiet Onyx er een beetje bij in. Het is wel een mooi weertje nu. Ik kan even
jullie het goed kunnen zien, maar mooi zonnetje. Oud wijf staat weer in mijn nek. Hey. Vriendje, hè? Dat is mijn vriend. Hij heeft weer lopen knokken. Zie je? Kun je dit een beetje zien? Het is een beetje donker. Dit. Hij loopt dus altijd te vechten omdat hij een beetje het baasje is. Tenminste vechten. Het is een beetje bij te spelen. Weet je wel dat? Ik zoek een zweep. En dan gaan we aan de gang, Oni. Zo even geleden. Yo, hier ben ik. Zo even geleden. Dus ik ben benieuwd. Hij had ook weer wat last van mok, zag ik. Dat is ook fijn. Kijk, nu zie je de zon goed. Zie je het niet goed. That's nice. Nou, bedankt voor het kijken. Ik was hem ook weer vergeten af te sluiten. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Wij gaan deze week op vakantie. Dus volgende week waarschijnlijk geen vlog. Maar misschien ook wel dat ik iemand anders vraag die wat over kan nemen. Dus nou ja, iedereen vast een fijne vakantie. Blijf gezond en tot de volgende keer.